In een voormalige bakkerij op de Turnhoutse baan nummer 70 in Borgerhout is een grote cannabisplantage ontdekt. In het totaal haalde de politie 800 cannabisplanten uit het gebouw. Volgens de woordvoerder van het parket van Antwerpen had de aangetroffen installatie een capaciteit van 1600 planten. In de buurt spreekt men over een straatwaarde van €400.000. De plantage werd ontdekt dankzij een deurwaarder die ter plaatse letterlijk en figuurlijk onraad rook. Hij verwittigde onmiddellijk de politie. Die nam alle planten in beslag en verzegelde het pand. Nutsleverancier Eandis sloot de elektriciteit af. De politie startte een onderzoek, maar er werden nog geen arrestaties verricht.